Ook begonnen de vier spannen vandaag in het Zuiderpark in Den Haag aan hun wereldtitelstrijd. We gaan kijken, het commentaar is van Tineke Bartels. Dit zijn de wereldkampioenschappen voor vier spannen in Den Haag. Het eerste onderdeel is de dressuur die vandaag en morgen in Den Haag verreden wordt. Het tweede onderdeel, dat is de marathon die aanstaande zaterdag op de Vlasakkers in Amersfoort verreden zal worden. Op zondag zal de uiteindelijke wereldkampioen bekend worden na de vaardigheidsproef waarin de rijders tussen de kegeltjes door zullen moeten rijden. Hier zijn ze bezig om hun paarden warm te laten lopen voordat ze de dressuurproef ingaan. Er is hier ook een bittencontrole, want de jury kijkt of alles reglementair verloopt en of de paarden in orde zijn om hun proef aan te vangen. Het eerste vierspan wat we in de ring zullen zien is dat van Hans-Peter Rüschling. Hij is al 10 jaar de meest succesvolle manner van Zwitserland en hij is zelfs 6-voudig kampioen. Internationaal heeft hij zilver gewonnen met het team en ook individueel op de wereldkampioenschap in 1992 in Riesenbeck. Hij geldt als een perfectionist in de dressuur en hij kan vergeleken worden met de kennis en kunde van onze eigen Veldstra. Wat betekent dat hij erg goed zijn paarden heeft afgericht, zeer fijn in de hand gesteld zijn. En dat is hier al een klein beetje zichtbaar wanneer die paarden heel mooi in de houding, in de richting kijken waarheen ze lopen. In de dressuurproef is het de bedoeling dat de paarden getest worden op de gehoorzaamheid, maar ook op het feit of ze goed doorgegymnastiseerd zijn of ze in staat zijn in te buigen. Wat we hier heel mooi zien, dat die paarden dus kijken in de richting waar ze heen gaan en dat geldt voor het hele team. Bij het vierspannen is het ongelooflijk belangrijk dat het hele spul loopt als één grote eenheid. Buitenpaard rechts voor is mooi gebogen. Het binnenpaard zou een klein beetje meer ingesteld kunnen zijn naar links. Maar over het algemeen is dit een hele mooie verrichting. En we zien dan ook dat uiteindelijk de prestatie die Hans-Peter Rüschling hier levert een hele goede is. Het resultaat is 39,20 en dat betekent strafpunten. En dat is dan de tweede plaats voor vandaag. Hier zien we Harry de Ruiter binnendraven met zijn vierspan. Harry de Ruiter rijdt voor Nederland en hij ment een vierspan van 4 KWPN paarden. Hij is begonnen als groom en heeft intussen al enkele jaren deel uitgemaakt van het Nederlandse team en hij doet dat heel verdienstelijk. Hier gaat hij de gebroken lijn in, zodat ze dat noemen. Daarbij moeten de paarden dus ook weer omgesteld en omgebogen worden. En het gaat er ook vooral om dat het ritme, de cadans waarin de paarden lopen, zoveel mogelijk hetzelfde is. Een kleine onderbreking van de houding. We zien dat het rechtervoorpaard soms een heel klein beetje onrustig is. En dat betekent wat aftrek in de punten. Hier zien we het nog een keer. Het moet zo rustig mogelijk verlopen, terwijl toch een bepaald tempo wordt onderhouden. En dat tempo wat Harry hier rijdt is een heel goed tempo. Harry haalt uiteindelijk een puntentotaal van 50,2 strafpunten en hij zal daarmee de derde plaats bezetten. Hier de groet voor de jury van de Belgische menner Eddy van Dijk. De Belgen zijn de laatste jaren enorm opgekomen. De mennerij is in alle landen nog niet zo geweldig in opkomst geweest. Maar België doet de laatste jaren ook geweldig goed mee. Als we naar het vierspan kijken van Eddy van Dijk, dan zien we dat de houding van de paarden niet overal even fijn is. Soms zijn de paarden niet helemaal rustig aan de teugel en bewegen het hoofd wat. Hier zien we het rechtervoorpaard in een hele andere houding lopen als het linkervoorpaard. En de houding van het linkervoorpaard is eigenlijk het mooiste en het zou het beste geweest zijn wanneer het hele vierspan dat zou kunnen volhouden. Een andere oefening in de proef is een overgang naar de stap. En in die stap is het de bedoeling dat de paarden rustig doorstappen, maar wel actief blijven en heel goed aan het bit zijn, want daarna volgt een overgang naar het halt houden. Hier zien we een wending naar links waarbij het rechtervoorpaard een beetje achterblijft.
dat rechtervoorpaard zou een klein beetje meer naar voren moeten komen, want die moet minstens op dezelfde lijn. Hier blijft hij te veel terug en moet in die houding blijven. De jury geeft Eddy van Dijk 61 strafpunten en we zullen zien wat hij daar nog aan toe gaat voegen straks in de marathon. In de ring nu Michael Freund, de absolute topper van dit jaar. Hij heeft alles gewonnen wat er op dit gebied te winnen valt en hij is dan ook de grote favoriet voor de titel. Als we kijken naar dit vierspan, dan zien we dat het echt functioneert als één eenheid, als een team. De paarden lopen fantastisch in de goede actie, zijn op elkaar afgestemd. En we zien hier bijvoorbeeld in deze volte hoe dat ze mooi naar rechts gesteld en gebogen zijn. En door blijven gaan, het buitenpaard komt een klein beetje naar voren. Het binnenpaard blijft een heel klein beetje weg en dat geldt ook voor de twee achterste. Hier een prachtige uitgestrekte draf. Alle paarden vertrekken even snel en ze moeten meer bodem dekken in die uitgestrekte draf. Hier het halt houden, 10 seconden echt stilstaan en dan 3 meter achterwaarts gaan. Alle paarden even recht achterwaarts en tegelijk. Dat moet ook weer als een team gebeuren. Dat was een hele nette oefening. En dan voorwaarts in stap en daarna in draf. We kunnen kort samenvatten dat dit een geweldige nette proef is die Michael Freund hier heeft neergezet. En de jury gaf daar dan ook maar 36 strafpunten aan. En dat betekent een heel klein aantal waar hij straks mee de marathon in gaat. Hij neemt daarmee vandaag ook de leiding in het klassement, gevolgd door de Zwitser Hans-Peter Rüschling en op de derde plaats onze eigen Harry de Ruiter. Ja, morgen is de tweede dag en dan komt onder meer de wereldkampioen IJsbrand Chardon in actie voor zijn eerste onderdeel, de dressuur. Dan gaan we naar een ander onderdeel van de wereldruiter spelen, de vierspannen. Gisteren werd er al een begin gemaakt met de dressuur en vandaag ging de tweede groep van start. En daarbij ging natuurlijk onze aandacht uit naar regerend wereldkampioen IJsbrand Chardon. Het verslag is van Christian Scheen. Gisteren ging de Duitser Michael Freund aan de leiding in het dressuurklassement bij de vierspannen. Vanmorgen was het de beurt aan de Nederlandse troef, de tweevoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon. Het is natuurlijk een hele belangrijke dag, omdat natuurlijk gisteren een van de kanshebbers, Michael Freund, 36 punten heeft gereden in de dressuur. En dat is een hele hoge score. En als je natuurlijk nog aanmerkingen maakt voor de wereldtitel, zou je toch daar dicht in de buurt moeten eindigen. En dus vandaar dat het natuurlijk toch heel belangrijk is dat je hier een hele goede dressuurproef neerlegt. Maar je hebt al bewezen de allerbeste te zijn. Is dat een extra druk of juist een stimulans? Ja, natuurlijk vooral verleden jaar. Maar we hebben dit jaar natuurlijk best veel pech gehad. 3 van mijn basispaarden zijn natuurlijk toch uitgevallen. Dus ik heb nu ook een nieuw paard. Dat is dit paard met die witte bles. En die loopt nu eigenlijk toch zijn eerste dressuurproef op een grote internationale wedstrijd. En is natuurlijk toch even afwachten wat hij natuurlijk in zo'n groot stadion gaat doen. Je moet zelf natuurlijk heel ontspannen blijven. En dat breng je dan automatisch over op je paarden. Dat is natuurlijk vooral heel belangrijk voor een jong paard. En je moet gewoon goed rijden. Dat moeten we gewoon doen. Met welk paard heb je het beste contact? Ja, ik heb natuurlijk mijn crack bij me. Vooral op het moment dat je natuurlijk met nieuwe paarden werkt. Hier lopen toch 2 paarden bij die nog nooit een wereldkampioenschap gelopen hebben. Dus dan ga je toch automatisch naar je crack toe. En dat is natuurlijk Paledo. Dat is de eerste die in het rijtje staat. Ja, en dat paard moet natuurlijk nu de kaart trekken. En hij is heel goed in vorm. Dus, en vooral de dressuurprof is dan natuurlijk toch een heel belangrijk paard, omdat hij voorop loopt. Dus dat valt natuurlijk ook het oog van de jury op. En dat is natuurlijk belangrijk dat hij vandaag heel goed loopt. Maar ik rij al zo ongeveer 12 jaar met een paard. Dus ik kan ermee lezen en schrijven. En het is gewoon een verschrikkelijk mooi paard om mee te rijden. Hij spant zich 200% in en dat is natuurlijk schitterend. En dat hebben we natuurlijk ook vooral nodig natuurlijk zaterdag in de marathon. Hij heeft net zo'n inzet als een baasje. Ja, maar dat moet natuurlijk wel. Kijk, hij is natuurlijk wereldkampioen geworden. En dan zeggen ze, je hebt hier 45 deelnemers. Maar normaal gesproken hebben wij natuurlijk toch met de top 6 te maken. En als er één van die 6 gewoon goed rijdt, en dat is gewoon het hele probleem, die moet je proberen voor te zijn. Dus je moet altijd veel strijd leveren. En omdat je natuurlijk gewoon die eerste plaats wil pakken.
Kijk, op een gegeven moment dat je natuurlijk bij de eerste drie wil rijden, ja, zit je daar natuurlijk veel eerder bij en dat je net die toppositie wil pakken. Dus altijd één van die zes van die topfavorieten is in vorm. Nou, en daar hebben wij natuurlijk mee te maken. Dus vandaar dat ik ook zeg dat ik heel dicht in de buurt moet eindigen van Michel Freund. En ja, dat wordt natuurlijk een hele mooie strijd, want die heeft natuurlijk een hele goede dressuurproef gereden. Dus wij moeten echt alles uit de kast rijden vandaag om daarbij te blijven. IJsbrand Chardon, 33 jaar uit Den Hoorn. Wereldkampioen in 1988. Hij won de zilveren medaille al in 86, de brons in 90 en ook in 92 was hij wereldkampioen. Twee nieuwe paarden. Paledo, links voor, 17 jaar, een sterke oude rot. Hier in beeld. Daar rechts naast staat Rex, 12 jaar, nieuw en heel gevoelig voor het publiek. Daarachter Verdi, sinds kort in het span. En daarnaast weer de 11-jarige Altano. Ook een paard met ervaring. Twee nieuwe paarden. Jongens, daar gaan we. Ja. En dat betekent ook voor IJsbrand Chardon een risico. Twee die voor het eerst meededen aan een wereldkampioenschap. Rex. Even op het schone blijven, jongens. We gaan op weg naar het stadion. Daar waar ook IJsbrand Chardon moet bewijzen dat deze vier een eenheid vormen. Links voor dus Paledo, de meest ervaren oude rot. Paledo zat ook in het wielerkampioenspan van 1992. En op zijn schouders rust dus een zware last. Het binnenkomen van Chardon. En dan natuurlijk het applaus van het publiek. Maar Chardon wil het publiek stil hebben. Let op het gebaar. En onmiddellijk reageert het publiek. Want ook zij weten dat één van de paarden, rechts voor Rex, nogal erg nerveus is voor het publiek. Volgt links. De eisen waaraan ook Chardon moet voldoen is een eenheid, een ontspanning bij de paarden. Het achterspan moet goed achter het voorspan aanhollen. Freund had het voordeel dat hij eerste werd in een groot internationaal toernooi in Aken. Chardon slechts vijfde. En natuurlijk weet ook de jury dat drie van zijn beste paarden er niet meer zijn. Althans, hier niet bij. Apollo aan het begin van het seizoen overleden aan een koliek. Elmiro trapte in een spijker en Variant is kreupel. En dan maar bewijzen dat je het nog kunt. En hij kan het. Maar je ziet rechts voor Rex. Hij loopt iets te veel voorovergebogen. En ook dat ziet de jury. Het stilstaan. En dan moet alle vier paarden in een mooi vierkant staan. En dan het achterwaarts rijden. En daar gaat iets scheef. Want het is Verdi die te veel aanzet. En daardoor de boom iets te veel naar rechts duwt. En daardoor draaide de schaambal van de koets. Op zich is dat niet erg. Want als een eenheid recht achteruit loopt, dan is het niet erg dat de koets scheef komt te staan. Maar hier was het duidelijk een fout van Verdi, die heel fijn in de mond is, in tegenstelling tot Altano. Dan hebben we het over het achterspan, die wat sterk in de mond is, zodat het erg moeilijk mennen is. Je kunt zich voorstellen dat de reactie op een bit bij beide paarden verschillend is. Bij de ene zou je dus wat harder moeten trekken, terwijl de andere wat overgevoelig is. Op zich reed Chardon een uitstekende proef. Hier ook een mooie eenheid. En ook naar het links draaien. Waarbij dus Paledo parallel moet lopen naast Rex. Dat gaat voortreffelijk. Het buitenpaard moet dus iets sneller lopen in de bocht dan het binnenste paard. Maar nogmaals, de jury was enigszins bevooroordeeld. Wist natuurlijk dat Chardon niet op volle oorlogsterkte hier aanwezig was. De sterkte die hij een jaar geleden wel had, toen hij alles won en het verschil tussen hem en de rest van zijn concurrenten enorm groot was. Alles wat er te winnen viel, dat won Chardon. Vijfde in Aken, een groot internationaal toernooi, daar waar dus Freund eerste werd. En dat mocht Freund meenemen naar deze wereldruiter spelen. En dat is altijd een voordeel bij de jury.
45 strafpunten betekent dus 9 keer 5 seconden goedmaken. Het voorspan liep absoluut rond de 35 punten. Het lag hem dus in het achterspan. En hij krijgt dus een herkansing tijdens de marathon van 23 kilometer... waarbij hij 3 seconden per hindernis moet goedmaken op zijn concurrenten over 8 hindernissen. Zijn vrouw was teleurgesteld en terecht. 6 uur training per dag. Maar aan de grootmeester de vraag... Is het niet te veel, 9 keer 5 seconden goedmaken? Ja, het is te veel natuurlijk. Hè? Kijk, we gingen natuurlijk toch vanuit natuurlijk, dat we onder de 40 zouden rijden. En dan zie je toch natuurlijk zo'n nieuw paard, die linksachter, die hebben natuurlijk gewoon formidabel gelopen. 2 kleine wedstrijden in Nederland. En dan zie je toch natuurlijk in één keer dat als we in zo'n ring komen, dat zo'n paard toch iets van je afgaat. En dan is het natuurlijk in zo'n dressuurproef natuurlijk ontzettend moeilijk om zo'n paard er gewoon heel goed bij te krijgen. En ik weet zeker dat ik het gewoon verloren heb op mijn achterpaarden. Want voor vond ik het heel erg goed lopen. Ook heel goed swoong erop. Ook met uitstrek heel goed. Alleen achteraf, of het achterpaard links achter die nieuwe. Ja, hij ging in de dressuurproef van me af. En ja, ik denk dat die score dat die terecht is. Ik kon er gewoon niet meer uithalen. En ja, dan moet je gewoon tevreden zijn met wat ze sureren. Mijn bedoeling is nu gewoon om van die 9 punten de 5 terug te pakken. Dus dat ik zeg maar binnen een bal komt en dan hopen dat hij een balletje afgooit met keeltje rijden. Maar kijk, 9 punten natuurlijk goed lopen op een maart, een krek is natuurlijk onmogelijk, ook voor mij. En Chardon staat nu voorlopig op de gedeelde 7e plaats. De Belg Brasseur gaat verrassend aan de leiding, gevolgd door de Duitse favoriet Freund. En zaterdag is in Amersfoort de marathon voor 4 spannen. Na de eerste dag, in het eerste onderdeel, staat de Belg Brasseur verrassend aan de leiding. En het eerste onderdeel was de dressuur. Nu dus de marathon. En dat is een marathon die gaat over 21 kilometer. En die 4 spannen moeten dan 5 trajecten afleggen met hindernissen. En dat moet allemaal binnen een toegestaande maximale tijd van 2 uur en 11 minuten. Hans IJsvogel pakt het traject op bij het laatste punt. En u krijgt van hem dus het commentaar. De militaire oefenterreinen, de Vlasakkers, vlakbij Soest en Amersfoort, die zijn vandaag het strijdtoneel voor een van de mooiste disciplines uit de hippische sport. En dat zijn de vierspannen. De vierspannen die gisteren en eergisteren hun wedstrijd begonnen met de dressuur. Een dressuur die voor Nederland nou niet al te best zou verlopen. Laten we eens even kijken naar de stand. Aan de leiding gaat zeer verrassend uit België Felix Brasseur met 35-16e strafpunt. Op de tweede plaats een van de allergrootste favorieten voor de titel, Michael Freund met 36 strafpunten, dus zeer kort bij de leider. Op de derde plaats is het George Bowman, een Engelsman, een oude rot in het vak. Vierde de Zwitser Hans-Peter Rüschlin. Dan volgt Jan-Erik Paalsson met 41 punten. En we zien daarna Werner Ulrich uit Zwitserland 42,6. Christophe Sandman 45. En op de zevende plaats is het IJsbrand Chardon. Gaan we door met Thomas Eriksson, de wereldkampioen van Stockholm met 46,8. Gilles Coutureau uit Frankrijk, Georges Knel, Janos Spaldik, een Hongaar. De Hongaren die hier nou niet al te sterk vertegenwoordigd zijn. En op de 13e plaats dan weer een lid van het Nederlandse team, Harry de Ruiter met 50,4. Daarna volgt William Long, de oude rot uit Amerika. Dan verrassend de Spanjaard Lastra met 51. Ex equo met de derde man uit het Nederlandse team. En dat is Ad Aarts. 51 strafpunten. En dat betekent dat er natuurlijk ook een klassement is van de landen. Waarin op dit moment dus de Duitsers aan de kop staan met 81 strafpunten. Direct gevolgd door het equipe uit Zwitserland met 81,8. En dat betekent 4 seconden achterstand. Hoe die puntentelling is, dat zal ik u straks nog eventjes doorgeven. Derde is de België. 34 seconden achterstand. Ex equo met Zweden. En pas op een vijfde plaats Nederland met maar liefst 72 seconden achterstand op de Duitsers. En de werkelijk tienduizenden mensen die hier naar de Vlasakkers gekomen zijn om de marathon van de vierspannen te zien, die zijn vol verwachting. Of IJsbrand Chardon, die van een zevende plaats naar boven moet komen in het klassement, of hem dat nog zal lukken. Klaar voor de start. En we zijn vertrokken. Würgler, Zwitserland, met zijn vierspan in het vijfde en laatste traject van de marathon. Om een goed zicht heeft. Nee, alle acht hindernissen zijn zo.
En daar komt hij dan. Van de 44 deelnemers moet hij het spits afbijten. Met een koets die met de paarden ervoor zo'n lengte heeft van een metertje of 11, 12. En daar moet je toch wel rekening mee houden. Bij iedere hindernis zijn er 5 verplichte doorgangen. Een A, B, C, D, E. En bij de laatste hindernis zelfs nog een F doorgang. En hij moet ze in volgorde nemen. En hij mag niet een poort nemen. Een A-poort. En daarvoor nog eerst even door een C-poort gaan. Hij moet ze in volgorde rijden. Rondom de hindernis is een zone ingesteld. Als hij dus de hindernis binnenrijdt, dan gaan de chronometers lopen. En als hij de zone straks uitgaat, na de laatste poort, dan stopt het en dan krijgen we de tijd in seconden. En hier is hij doorheen. IJsbrand Chardon. Ik hoop het, want nu zit ik goed op tempo. Hij is hier in het Park Vermé. Van IJsbrand Chardon, die straks van start zal gaan. En dan Daniel Würtler. Wereldkampioen, net als alle andere deelnemers. U wil applaus op het moment dat er een mooie prestatie in de hindernis wordt neergezet. Laat u zich zeker. Hij is hier bij Hans en Grietje. Genieten van een applaus. Sprookjesbos, kijk, en daar zit het vast. Dan moeten die paarden even terug om die boom. Die achterste paarden, dat zijn de belangrijke. Die moeten goed sporen met de voorste paarden. Die moeten een bocht niet afsnijden. Want als ze dat doen, dan komt de zaak helemaal vast te zitten. En vooral bij die bomen, die trek je echt niet omver. Kijk, om die paddenstoel. Ga maar aan de bak met zo'n 11, 12 meter. Het zijn grote kunstenaars, die koetsiers. Ja, en nou nog door die E-doorgang. Kijk hem om, wrikken. En die andere hulp die erachterop staat, het is navigator. Die zegt precies hoe die moet rijden, wat er afgesproken is van tevoren. Want de koetsiers hebben het mogen bestuderen. En houdt de tijd in de gaten. Aan de start op een 5e plaats in de dressuur met 41 strafpunten. En hier vertrekt hij Jan-Erik Paalsson, Nicky Paalsson uit Zweden. De Zweden op dit moment ex-equo met de Belgen op een 3e plaats. Een van de betere koetsiers ook. Hij altijd samen met zijn broertje, de 4 spannen. Ieder een span dan. En de 2 Paalsons, tezamen met Thomas Eriksen, waren een ijzersterk team. En dat is per assistentie van het Roem 10 achterste. Paalsson. We zien hem hier op de eerste hindernis. De stem van de koetsier is uitermate belangrijk. Die paarden die luisteren daarna, je ziet dat orenspel ook de hele tijd bewegen als hij tegen ze praat. Ze kennen de stem, ze kennen het geluid en ze weten precies wat de baas bedoelt. En toch is het span niet naar voren, hè? Ze zijn nerveus. Paalsson, de Zweed, op hindernis 1. En daar is gestart dan IJsbrand Chardon. IJsbrand Chardon die 47 seconden achterstand heeft op Felix Brasseur, de man in de dressuur.
IJsbrand zevende in de dressuur met 45 punten. Brasseur eerste in de dressuur met 35 zestiende. De tweede waterpartij voor Würkler. IJsbrand Chardon bij de wallen. Prachtig. En nu die rondbocht. Perfect. Ja, gaat goed. Hij is nu aan de andere kant van de tunnel. Nee, daar mag hij niet doorheen. Daar mag hij niet doorheen. Dat is oponthoud. Goed, weer terug door de tunnel. Ja, dat kost even tijd. En nu door de E-poort. Ja. Het dreigt even dat hij door die E-poort te vroeg heen zou gaan. 45 seconden. Inmiddels is ook in het parcours. Gestart is nu Christoph Sandman, de Duitse, lid van het Duitse team. Als hier Paalsson bezig is. In de derde hindernis. Hans en Grietje. En die paddenstoel die daar links in beeld staat met het rode vaantje erop, dat is een gewone boom die omgezaagd is. Maar die staat met wortels en alles nog in de grond. En de parcoursbouwer, tuinarchitect Harry Buurman, die heeft daar een hele mooie paddenstoel van gemaakt. Hier het huisje van Hans en Grietje, het snoephuisje. En de spanning in het gezicht van Paalsen. En kijk eens naar die bokrechter. Die bokrechter die zit naast de koetsier, die mag niks doen. Die moet alleen kijken of alles reglementair verloopt. En als er oponthoud is, tijden opnemen. Soms een levensgevaarlijke baan. Ik heb ze eraf zien kegelen. Als een dopbert die van een mes werd afgeschoten. Sandman derde bij de laatste wereldkampioenschap in 1992. In het Duitse Riesenbeck. Inmiddels zien we dat waar de Duitsers het goud veroverde. En Chardon wereldkampioen werd. Nou, in de schietvolk, nummer 1 op de pol, Christoph Sandman nog Germain. Ja, die gaat ook zeer snel hoor. Snelste tijd hier, IJsbrand Chardon met 39 seconden. IJsbrand Chardon. Hij is hier bezig met Hans en Grietje. Aan. De voorste van de twee groens is zijn vrouw Paulien. Hey.
roepen! Ja, roepen! Ja, jongen. En daar is dan vertrokken de man aan de leiding in het klassement, Felix Brasseur. Resultaat voor Christophe Zandman, dan is twee dames en heren 54 seconden. 5 seconden sneller. IJsbrand Chardon. We gaan te water. IJsbrand die de eerste hindernis precies zo snel als Zandman in 39 seconden. Was in de hindernis 12 seconden sneller dan Paulsen. Maar verloor 5 seconden op Zandman in hindernis 2. Kijk, dit gaat in galop, hè? Die andere gingen in draf. En dan moet je toch lef hebben, hè, met zo'n span. Tijd van Vierkler was hier. In de buurt van de 82 seconden. Hij is weer blij. En zo moet je IJsbrand hebben. Kijk, zo moet je hem hebben. Dan is hij fel. En die bokrechter, die heeft het niet meer. Kijk eens even. Dat is 3. En dat is 12 seconden sneller dan Jan-Erik Paulsen. Mr. Chardon, de nummer 19 en de nummer 3 obstacle, 70 seconds. 12 seconds faster than Mr. Paulsen. So Felix Brasseur. The fastest time so far in de nummer 3 obstacle. Ja, die gaat toch ook lekker? Ja, die jongen staat aan de leiding en iedereen denkt dat ze hem daar wel van af zullen rijden. Maar dat is niet zo 1, 2, 3 gebeurd. Want hij en de zijn landgenoot Valérie Standaard, dat zijn jongens die kan je een boodschap sturen. Kijk eens, dat gaat ook in galop. Ja, ja. De snelste tijd hier op die eerste hindernis is 39 seconden van Chardon en van Zandman. Inmiddels, dames en heren, in de waterhindernis van Europa, de hindernis 73 seconden. En op de hindernis 4 in 64 seconden. Mr. Chardon, fastest so far at the obstacle 3 and 4. Christophe Zandman, hier in de derde hindernis, bij Hans en Grietje. IJsbrand Chardon. 47 seconden moet hij goedmaken op Brasseur. Maar wat veel erger is, 45 op Michael Freund. We zien hem hier door de Amersfoortse keien. Kijk, en vooral bij deze lage hindernissen moeten die achterste paarden moeten altijd even recht uitgaan als de voorste gaan draaien. Het moet blijven sporen. En ze moeten blijven trekken. En als één van die twee achterste paarden dit begeeft, kan je het span vergeten. En hij is er door, op weg naar de volgende waterpartij. En deze hindernis, die ziet, u ziet het, die zit in een diep dal.
Een tribunebouwer was hier niet nodig. Het publiek zit gewoon op de kant. Het water. En daar voelt IJsbrand zich altijd bijzonder goed uit. Gaat hier door de zeepoort. Kijk toch eens hoe die paarden opjankt. En eruit. En de godometer staat stil. Ongeveer 61 seconden. IJsbrand Chardon daalt af naar het fort. Ah, ik denk erom dat die bomen in de grond staan, hoor, dat dat vast is. Kijk, terug. Dan laat die span eventjes keren, zeg. Tjonge, jonge. Dat is slecht. Ja. Perfect gered. En naar boven. En eruit. Een echte publieksmannetje, hè, die IJsbrand Chardon. Zoals hij ook dat publiek helemaal bespeelt. De Hongaar op hindernis 1. Ja, dat duurt al te lang, hè? Doodzonde dat er geen elektronische tijdwaarneming is. Het duurt alleen veel te lang. IJsbrand Chardon, dames en heren, we noteren weer eenzelfde tijd op hindernis 7, 48 seconden. Nummer 19, Mr. Chardon, 5 seconds faster dan Jan-Erik Paulsen. En nu in de molen hindernis 8. Hindernis 8, IJsbrand Chardon. De huidige wereldkampioen. In de nummer 8, een final finish now, Mr. Chardon. En kijk toch eens wat de mensen hier zijn. Even terug die voorste. Ja. Paarden worden moe. En eruit. Hier hebben we dan weer Felix Brasseur. Draait hier heel goed door Hans en Grietje heen. En u ziet het verschil in de wijze van mennen van zo'n brasseur en een chardon. Dat doet hij toch keurig netjes. En razendsnel, want ook hier gaat het span in galop.
Heel mooi gereden. IJsbrand Chardon door de finish. Ja, hij is toch tevreden. Ongeveer 31 minuten heeft hij erover gedaan in dit traject. 4 minuten sneller dan de tijd die ervoor stond. Hij is er door, maar als hij bekend is met de tijden van Sandman, dan weet ik dat toch niet zo. Die Christophe Sandman die stond precies gelijk met hem in de dressuur. Felix Brasseur. Kan hij de schade beperkt houden ten aanzien van Chardon? Dan gaat hij door het water. Nou, naar boven. En de tijd voor Felix Brasseur, dames en heren. Binnen in 3,85 seconden. 15 seconden langzamer dan Edmond Chardon, die snelste was op Hindernis 3. 85 seconden heeft hij gedaan op Hindernis 3, waar Chardon 70 overdeed. Chardon knabbelt dus af van zijn achterstand van 47 seconden. En Brasseur uit het water. En dan mogen die grooms er wel af, als ze uit de strafpuntzone zijn. Hier hebben we Christophe Sandman. Die gaat naar beneden om het vorst te beklimmen. Mooi applaus. Hij heeft alles op alles gezet. Met zijn hulpen, onder ook zijn echtgenoten. En we hopen dat het hem een aantal plaatsen zal toestijgen. We just at the finish. Christophe Sandman. Chardon, who was the fastest. At the attempt is 1, 3, 4, 6, 7 en 8 so far. Chardon draaide hier nog korter. Woe! Het gevaar van die paal daar is dat die voorste paarden de ene aan de linker en de andere aan de rechterkant passeren. En dan moet het span terug. En in een bocht valt dat niet mee. Dan zien we Sandman bij de molen. Ze zijn beide natuurlijk in een verwoed gevecht om de achterstand met Brasseur weg te werken. Hare Majesteit de Koningin. En die zit frontbalkon. Brasseur bij de keien. Hendrik is 5. Chardon 46 seconden. Sandman 41 seconden. Hier verloor IJsbrand dus.
En daar komt Sandman door de finish. Christoph Sandman uit Duitsland. Die een zeer goede marathon heeft gelopen. Christoph Sandman die onofficieel de snelste tijd realiseerde in de hindernissen. 1, 2, 5, 7 en 8. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat die in ieder geval gaat voor het metaal. Maar of dat goud, zilver of brons is, dat zullen we morgen pas weten. En hier gaat hij door de finish. En dan zien we Brasseur nog steeds onderweg. Tijdens de afdaling, niet van de Alpe d'Huez, maar naar de waterbank. Dat kost tijd. Door de D-doorgang. En de E. En in galop. En naar boven. En dan zien we. Het parcours zal verschijnen. Nog een paar individuele deelnemers, dat is dus toegestaan. En in totaal zijn er een negental Nederlandse koetsiers die aan dit wereldkampioenschap deelnemen. Leon! 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 Hij roept de paarden ook aan. Leo Kraaienbrink, u hoorde hem net Leon roepen. Ook een van de paarden uit het span. En dan gaan we er water in. En hoe doet Leo het hier? Ja, dat is even terugnemen. Achteruit die handel. En de hoek om. Het zijn natuurlijk prachtpaarden. Zie je die synchroniteit in beweging? Resultaat, dames en heren, voor Leo Kraaien. Brengt 116 op 1 minuut 93 seconden. We zullen voor de nummer 16, Mr. Kraaien Brink, om de nummer 3 op de grond 19 seconden. Op een chardon verliest hij bij de hindernissen zo'n 15, 20, 25 seconden. En George Bowman, hij kijkt nog eens even op zijn chronometer. Hij heeft ongeveer een gemiddelde van zo'n 5 seconden bij de hindernissen verloren. Maal 8 hindernissen is 40 seconden. Hij stond er 44 achter. Hij zal hoog in het klassement staan. Of die Brasseur voorbij is, ik weet het niet. Na deze George Bowman zou het toch interessant zijn
om weer eens een kijkje te kunnen nemen hoe de stand van zaken erbij staat. Kijk eens even hier en precies wat ik gedacht heb. Bowman, de Engelsman aan de leiding, voor Brasseur, Chardon derde, Sandman vierde en Nicky Paulsen op een vijfde plaats. En kijk eens even naar die punten, 125.8. 127.4, 1.6, 1.83 en 8.8. Dat scheelt het in het individuele klassement. En dat is nagenoeg niets. Leo Kraaienbrink. Bij de stenen. En roep ze allemaal, Peter, Ewout, Leon. Dan kijken we Werner Ulrich op de keien. Waar Kraaienbrink 53 seconden reed. En Chardon 46, Sandman 41. Ja, en die bodem die is er ook niet recht, maar die, dat is een holletje als het ware. Gaat goed. Maar na al die zware hindernissen mag er ook wel eens een wat lichtere bij zijn. En Angelica Pop. En die komt aan bij Hans en Grietje. En er zijn twee vrouwelijke koetsiers. En hier is zij er één van. En de andere is Karen Bassett uit Engeland. Angelica Pop. Oostenrijk. Je ziet ze niet veel, vrouwelijke koetsiers. Van haar is alleen bekend dat zij het vorig jaar in Saumur 25e was. En bij de internationale vierspanwedstrijden in Beekbergen in 1992 19e werd. Allemaal uitgerust met valhelmen. Je zou het kunnen vertalen als weinig vertrouwen hebben in de koetsier. Nou, toch doet ze het helemaal niet gek. Even tegen de boom. Kijk,
Bernard Ulrich is inmiddels dan weer in. Dan is verder gekomen bij het water. Veel viering zit er niet in die waarde.